mist verwijderen in Lightroom. Je zou in Lightroom mist kunnen verwijderen door handmatig aan bijvoorbeeld het contrast te trekken en ook de hooglichten en de witte tinten een klein beetje te verminderen en de helderheid een klein beetje op te trekken. Op zich werkt dat wel, maar om nou te zeggen van hé hey, dit is ideaal, nee, niet helemaal. Hoe doe je het dan wel handig? Dat zit hieronder bij effecten. Bij effecten heb je namelijk een slider en die zegt nevel verwijderen. En als je die naar links trekt, dan komt er gewoon meer nevel bij of mist in dit geval en trek je hem naar rechts, dan gaat de mist weg. En je ziet dit effect is al een heel stuk beter als dat ik het handmatig moet gaan zitten doen. Als ik bijvoorbeeld even inzoom naar de achtergrond. Dit is mijn origineel. En dit is wat Lightroom er uiteindelijk uit weet te halen. Alleen het grote nadeel is: je ziet wel wat ruis in de verte ontstaan. Maar dat is natuurlijk ook wel weer gewoon keurig weg te werken. En dat doe je hier bij Details. En Details heeft gewoon keurig ruisreductie erin zitten. En door een klein beetje aan de luminantie te trekken, zie je dat die ruis gewoon minder wordt. Nou, hoe ver moet je daarmee gaan? Dat verschilt natuurlijk per foto. Het is een stukje smaak ook. Ik vind dit op zich wel weer netjes. En zo eenvoudig is het dus gewoon om mist uit een foto te halen. En je kunt vervolgens gewoon weer verder gaan met de dingen die je bij je foto aan het doen was. Wat jij zelf gewoon helemaal vrij vindt om jouw foto gewoon mooi te maken. In ieder geval bedankt voor het kijken weer. Tot de volgende keer. En wil je nou sneller op de hoogte zijn van de filmpjes? Neem dan gewoon even lekker een abonnement op het YouTube-kanaal.